Zo, meiden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is er aan de hand in Nederland? Wat er gebeurt er? Coronavirus. Coronavirus. Een virus is een ziekte. Oké, een virus is een ziekte. En wat betekent dat voor jullie? Niet meer met vriendinnetjes spelen. En dat vinden wij heel jammer, dus daarom gaan wij nu aan kinderen in Nederland. En er is niet meer zoveel eten. Ja. Zullen we heel even om de beurt praten? Want dan horen we sowieso. Want ik hoorde jullie eigenlijk zeggen, de corona is een virus. Ja. En daardoor kunnen we nu niet naar school. En dan worden de meeste mensen ziek. En dan kunnen ze ook doodgaan. Ja. Hoe vinden jullie dat? Is helemaal niet leuk. Nee. Maar we vinden het ook wel jammer dat we nu niet meer met vriendinnetjes kunnen spelen. En nu gaan wij dus aan bijna Nederland. Nou, weet je, dat hoef je eigenlijk niet uit te leggen. Want wat ik jullie wil vragen, Lien, wil je wat zeggen? Ja, en er is ook niet meer zoveel eten. En er is ook geen wc-papier. Oh, geen wc-papier? Nee, weet je, maar dit is een beetje een gekke situatie. Met allemaal gekke dingen, toch? Nou, wat ik jullie eigenlijk wil vragen. Noem nou eens al die dingen op die er nu door het coronavirus even niet meer zijn. Niet meer met vriendinnen spelen. Oké, en is dat een plusje? Is dat iets wat je leuk vindt? Of is dat iets waarvan je denkt, dat vind ik eigenlijk wel jammer? Jammer. Oké, mag je die daar opschrijven? Vriendinnen? Dat er geen eten meer is. Niet meer met vriendinnen spelen, ja. En hebben wij helemaal geen eten meer, klopt dat? Wel. Of we hebben nog wel eten? Ja. Hé, wat bedoel je dan? Maar niet meer zoveel. Nou, je bedoelt dat zoveel mensen boodschappen gaan doen. Ja, en dat, dan is er niet meer zoveel in de winkel. Oh, dat bedoel je. Oké. Dus dat mensen, weet je hoe we dat noemen? Hamsteren. Dat mensen zoveel mogelijk, dat vind je ook een beetje jammer. Maar dan kunnen we niet meer hagelslag op ons brood doen. Oh. Zonder boter. Oh ja. Ja, omdat we geen boter hebben, dat bedoel jij. Ja, ja. We moeten ook nog een appeltaart maken en daar hebben we ook geen boter voor. Nee. Dus hier mag je opschrijven, het hamsteren vinden we misschien ook niet zo leuk, toch? Niet bij mij. Nou, mag ook opschrijven. Hé, hey, en Lou, kan jij nog iets verzinnen wat je ook niet zo leuk vindt aan het coronavirus? Gaan we gewoon eerst eens even alles noemen dat wat we er niet zo leuk aan vinden? Mensen heel misschien doodgaan. Oké, dus dat sommige mensen misschien doodgaan, dat mag je ook opschrijven. Maar wat is dan leuk? Ja, nou daar gaan we het zo over hebben. Want jij kan het vast ook wel een paar leuke dingen voorzien, of niet? Zullen we eerst nog deze doen? Oh ja, dat er geen wc-papier meer is. Dat we onze poepbillen niet meer af kunnen vegen. Maar dat is wel grappig. Oh, die vind je ook wel grappig. Oh, dat is leuk. Dus enerzijds is het hier een beetje stom. Maar even lachen. Ja, dat er geen wc-papier meer is voor onze poepbillen. En Lou, jij kan vast nadenken. Zijn er nog meer dingen die je niet leuk vindt dat corona? We hebben al dat je niet meer met vriendinnetjes kan spelen. Dat mensen gaan hamsteren. Ja, ik weet het. Is er nog iets wat je niet zo leuk vindt? Ik wil ook nog wel bedenken. Ja, denk maar mee. Dat er niet meer zoveel boter is. Ja, die hadden we al een beetje. Dat was met die... Is er nog iets niet leuk aan corona? Dat we gewoon binnen moeten blijven en gaan we naar buiten mogen. Ja, dus dat we eigenlijk zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Poepbillen. Die vind jij grappig, hè? Die poepbillen. Die kan straks hierbij volgens mij, want die vind je ergens ook wel leuk. Nee, die staat al daar, poepbillen. Dat we zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Dat was er ook nog eentje. En dan bedoel je dat we bijvoorbeeld niet naar restaurantjes kunnen, toch? Ja. Ja, want we kunnen natuurlijk wel in de tuin. Ik weet er nog één. Vertel. Dat er ook niet meer zoveel wordt gepoept. Nee, jij wilt alleen maar over poepjes hebben. Hé, hey, nog meer Jet, wat hier bij dit lijstje moet? Nou, ik denk... Nee, oké. Okay. Dus misschien komen we er straks nog op, hoor. Dan gaan we eens kijken wat zijn eigenlijk alle leuke dingen die er gebeuren nu het coronavirus er is. Mag ik nog even... Gebeuren er leuke dingen ook? Mag ik nog even smiling zeggen? Ja.
Met zo'n chip gezichtje? Ja, dat mag zeker. Je mag er ook bij tekenen, dat is alleen maar leuk. Even de smiley met het chippe gezicht. Ja. Dat is echt een hele goede. Ja, misschien ook nog een traantje erbij. Dus dat is de min-ding, hè? Hey, en wat zijn nou de leuke dingen sinds het coronavirus er is? Want er zijn misschien ook wel dingen veranderd die je wel leuk vindt. Nou, dat we niet meer zo vaak naar school moeten. Oké, okay, of eigenlijk. De plusgroep overslaan. Dat je de plusgroep kan overslaan, dat je niet meer zo vaak naar school hoeft. Vind je dat ook een plus, Lou? Vind je dat ook een leuke? Dat je even niet naar school hoeft? Oké, okay. Je hebt misschien... Wil jij het tekenen of wil je het schrijven of wil je dat Jet het doet? Jet. Wil jij het schrijven, Jet? Bij de plus? Ik heb problemen. Dus dat we even niet meer naar de gewone school hoeven? Dat we naar school. Oké. Okay. Poepillen. Jij moet de hele tijd om die poepillen lachen. Lou, jij kan vast nadenken. Zijn er nog meer dingen die je door het coronavirus, die even anders zijn, die je eigenlijk wel leuk vindt? Nou, dat we die dag dat we een snotneus hadden en we moesten ook niet naar school. Ja, dat is andere kinderen ook wel. Ja, dus dat is een beetje nog dat van dezelfde, hè? Zijn er nog andere dingen die eigenlijk wel leuk zijn? Dat er geen wc-papier meer is, dat is grappig. Jullie vinden het wel grappig dat er geen wc-papier meer is? Oh, zo'n poepbillen! Ja, nou die kun je opschrijven. Net zoals deze, het geen papier is van ons. Ja. Grappig. Dat er... Oh, mag ik? Dat er mag geen... ik te makkelijk een beetje doen? Je kan ook erbij tekenen, dan teken jij een dikke drol erbij. Hier mag je ook een blij poppetje tekenen. Ja, tuurlijk. Ik kan niet jammer tinten maken. Dat er geen wc-papier meer is. Ik kan een drol tekenen. Niet drol. En je wilt nog meer, want we hebben pis wel. Al bijzondere dagen gehad. Wat vonden jullie daar? Wat was er bijzonder aan de afgelopen dagen? Nou, daar spelen we meer buiten. Want wij kunnen straks blijven. Dan kunnen we. Ik kan Lou wel opschrijven, denk ik. Ja, want dan meer buiten. Ja, we spelen meer buiten. Want we kunnen straks, denk ik, misschien ook weer niet meer naar buiten. Dus daarom spelen we nu super veel naar buiten. Ja, dus eigenlijk vind je het ook wel leuk. Meer buiten. Naar buiten. Ja, meer. Bu. Ja, dat is de goede bu. U. I. S. E. N. S. E. Weet ik al. E. Ja, kijk. Ja, goeie. Oké, dus meer buiten spelen. Dat er geen wc-papier meer is, vinden we eigenlijk wel grappig. Dat we even niet meer naar school hoeven. Wat is nog meer fijn van de afgelopen dagen dat we thuis waren? Leuke dingen doen. Ja, wat hebben we voor leuke dingen gedaan? Willen. Hey Jet, Lou zei leuke dingen doen. Vond jij dat ook de afgelopen dagen? Ja. Ja, en wat voor leuke dingen? Nou, dat jullie me school geven. En dan heb je eigenlijk van je eigen papa en mama school. Ja. Maar sommige kinderen niet. Nee, dus dat vinden jullie ook wel leuk. Dus eigenlijk school van papa en mama. Doe maar even niet, Lou. Dus kan jij opschrijven thuis school? Thuis school. Thuis. Ja. Oh, yes. Zo hé. Hey. Ja, die hoeft me niet te helpen. Oh, sorry. Dat was mijn fles. En dan ga ik jou vast vragen, Jet. Terwijl Lou thuis school afmaakt. Goed zo, Lou. Van welk rijtje word jij nou blijer? Ik moet nog een Oh, je bent nog even bezig, ja. Wacht ik nog even. Thuis school.
Van welk rijtje worden jullie nou blijer? Van deze of van die? Hé. Hey. Dus dan is de vraag eigenlijk, zullen we vooral over deze leuke dingen na gaan denken? Ja. De komende tijd, hoe we die nog een beetje groter kunnen maken. Maar die poepillen zijn echt grappig. Ja, die zijn echt grappig. Dus in plaats van we hebben geen wc-papier, is het eigenlijk ook wel grappig dat iedereen nu met vieze poepillen rondloopt. Ja. Hé, hey, top meiden. Zullen we die groot ophangen ergens? Ja. Gaan jullie dat zelf doen? Zoek maar een mooi plekje. Doe, dat wil ik niet. Zoek maar een plekje. Zal ik hem even afscheuren? Of misschien willen jullie er nog meer tekeningetjes bij maken. School.